Hallo, ik ben Elisabeth Ebbing en ik ben stemcoach. Vandaag wil ik het hebben over monotonie en bewegelijkheid. Je hoort bij monotonie dat de toon van de stem eigenlijk de hele tijd om een bepaalde toon heen blijft zitten en ver van die toon komt hij niet af. Het gevolg is nogal een beklemmende en misschien saaie presentatie, maar je zou misschien ook kunnen zeggen dat het onkreukbaar is of dat het heel inhoudelijk is. En als je bewegelijker gaat spreken, dan wordt het over het algemeen makkelijker voor de luisteraar om met je mee te gaan en met je betoog mee te gaan. Bewegelijkheid geeft aan, kom binnen, je bent welkom, er is ruimte, ik ben beïnvloedbaar, jouw bijdrage kan binnenkomen. En monotonie is, stoor me niet, ik heb het al moeilijk genoeg, er is geen ruimte voor nieuwe input, het is zoals het is, de zaken staan zoals ze staan, er is geen beweging. Waardoor je als luisteraar weggeduwd wordt. Ik denk eigenlijk dat je nooit echt ver komt met monotonie. Ik geloof niet zo in het positieve effect ervan. Dus ik zou zeggen, probeer het eens uit om zoveel mogelijk omhoog en omlaag te gaan. Ik kan je leren hoe. Ik ben Elisabeth Ebbing, ik ben stemtrainer.